Voor mij was dat ook, ik was heel zenuwachtig. Ik had die zelf nog niet gezien. Maar eindelijk is het allemaal echt uit de rug en heb ik het toch gezien en voel ik me toch veel rustiger nu. Heb je genoten? Ik heb wel genoten, ja. Mijn familie was hier, mijn ouders waren hier, iedereen was aanwezig. Ik vond het super. Ja, er was een volle zaal voor jou. Je bent dat misschien wel gewend, die volle zaal. Wat kies je dan eigenlijk, een volle zaal hier voor zo'n film of een volle zaal voor een kickboxmatch? Het is altijd anders. Kijk, hier was een volle zaal. Ik was 50 minuten naar mezelf aan het kijken, hoe ik was aan het praten. Het is nog wel anders dan 3 minuten in de ring staan vechten. Ja, je was extra zenuwachtig? Ik was wel extra zenuwachtig. Ik was wel zenuwachtiger dan dat ik in de ring sta. Ja, je hebt heel veel tegenslagen gekend in jouw leven al. Je bent wel echt een vechter in de ring, maar ook daarbuiten, hè? Kijk, wat ik heb meegemaakt, heeft mij alleen sterker gemaakt. Dus ik probeer alleen het positieve eruit te halen en verder te blijven vechten. Ja, ik had het ook met Matthias Schoenaerts over jou. Hij zei van, ja, het is ook wel een beetje een teddybeer daarbuiten. Ja, ik had mijn agressie al genoeg in de ring om daarbuiten nog eens agressief te zijn. Dus daarbuiten ben ik gewoon heel normaal en heel rustig. Je bent ook echt wel, er is hier heel veel volk voor jou, je moet constant selfies nemen, ja, je bent razend populair, hè? Kijk, dat hoort wel een beetje bij, ik behoor bij de top van de wereld, ik ben dat al een beetje gewend, die foto's maken, selfies maken, in het buitenland is dat dagelijks als ik daar ben. Wint dat? Ja, dat wint, nu vind ik dat allemaal wel een beetje normaal. Ja, want die jongens hier, veel jongens van de pleintjes en zo, ja, jij bent hun lichtend voorbeeld, hè? Ja, voor hun is dat toch iets speciaals. Kijk, ik ben een van hun. Wij komen uit dezelfde buurt en ik ben blij dat ze mij toch blijven steunen in wat ik doe. Ja, jij gaat ook denk ik niet snel vergeten van waar je vandaan komt, neem ik aan. Nee, kijk, ik ben hier opgegroeid. Ik heb moeilijk vergeten van waar ik vandaan kom, wat ik heb meegemaakt. Dus ik ben blij dat ik hier ben opgegroeid. Ik ben blij dat ik van Antwerpen kom en ik ben blij dat ik de jongeren Antwerpen iets kan teruggeven met dit. Wat zijn de plannen voor de komende maanden? Ik heb momenteel een camp staan, 25 maart. 50 tegen Javar Wilnes in Brussel. En als ik hem eruit sla, dan komt de titelmatch.